Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. U staat hier in een hele lange rij en is u dat allemaal waard voor een boek in de rij staan? Ja, dat schenken niet staan natuurlijk, hè? Nee, maar bent u zo fan van René van der Gijp? Altijd geweest, ja. 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 Wat vindt u zo mooi aan hem? Nou, ik vind zijn humor, zijn uitstraling en vooral bij Voetbal Insight, hè? Ja. U bent ook een beetje fan van hem omdat het een Dordtenaar is? Ook dat, ja. En ik was vroeger al fan van zijn hele familie, hè? Al zijn ooms. Die speelde in Emmen. Over Manus, Willem en Janus, Cor. Janus. Ja, en ja. Freek. En Wim, dat was zijn vader. Ja. Ja. En Cor. En Cor natuurlijk. Ja. Nog steeds de topscorer van Feyenoord. Hè? Van alle tijden, hè? Van alle tijden, ja. En die leeft nog. René, jullie zijn een tour aan het maken door Nederland. Woensdagbron in Rotterdam. En, klopt, ja. En vandaag Centraal Station Utrecht. Waar eindigt die tour? Nou, die eindigt hier. En dan gaan we nog even door maandag, dinsdag, woensdag. En dan, maar dan zit het er wel op, hè. Is het weer een gek huis? Ja. Ja, het is wel druk. Het is wel druk. Maar ook in Utrecht moest het hele station afzetten. Dat was nog nooit gebeurd, geloof ik. Ook mensen dachten aan een aanslag, maar... Van de Gijp is er. Sorry, meisje. Ja. Michel, ook jou even vragen. Het vorige boek kwam uit de lucht vallen. Hier heb je hard aan moeten werken. Ja, het vorige boek heb ik ook hard aan gewerkt hoor. Maar, ja. René zei van de week iets anders tegen mij. Ja, maar je moet René niet geloven als hij dat zegt. René niet geloven? Ik weet nergens van. Nee, het was wel hard werken, ja. Want het is best wel moeilijk om een deel 2 te maken. Maar het is gelukt. Hij ligt er. En de mensen zijn er blij mee tot nu toe. Ja. Voor wie? R-O-T-M-E, Griekse ei. Ik ga gewoon door met mijn werk. Ja, hè? Dat verwachten de mensen in de Spanje. Oh, niet te stoer zijn te zijn. Ja. Veel succes en jij kan naar huis toe lopen, hè? Ik ga dadelijk op mijn gemakje naar huis lopen, ja. Goed. Goed, jongen. Geniet ervan. Perfect. Ja. Oké, dank je. Hoi, goedjes. Hallo. Hey, man. Jawel. Kan je er nog iets bij schrijven? Iets van, wat je wil. Voor die oude pek of zo. Even. Voor die oude. Ja. Nou, is altijd goed. Zo hoor het. Is goed. Hey, mannen. Veel plezier ermee. Dankjewel. Oké, alsjeblieft, hè. Meneer Van der Teen. Kees Van der Teen. Ja. Het is gebeurd. Het boek is gesigneerd. Ja. Wat heeft hij geschreven? Voor de oude pik. Ja. Zo noemt hij me af en toe. Oude reus of oude pik. Ja. En? Oh, hartstikke leuk. Poppers boos als die meneer tegen me zegt. Ja, ondanks de hoed. Ja, misschien dankzij de hoed. Dankzij de hoed. Ja. Het is het weekend nu gaan lezen? Ja. Ja, want ik had het nu. Het eerste boek heb ik ook. En dat vond ik een heel goed boek. Maar dit schijnt wat, ja, wat meer van zijn innerlijk te laten zien. Hè? Ja, een moeilijke periode die doormaakt. Ja, dat weten we allemaal. We hebben dat uitgebreid gehoord, gelezen, gezien. En dat gaan we dan lezen.